Hoi, ik ben Maarten Lensink en ik sta op de kandidatenlijst voor de Piratenpartij. Aan de hand van 3 onderwerpen wil ik graag uitleggen waarom ik mijzelf heb aangeboden als kandidaat. Vraag je, waarom vertrouwen mensen de politiek niet meer? 13 december jongstleden kwam het verpland Centraal Planbureau met het bericht dat we uit de economische crisis zijn. De werkloosheid is laag en het bruto nationaal product is weer terug op het niveau van 2008. Een kleine maand daarvoor kwamen de vakbonden echter met een brandbrief over de race to the bottom. 40% van de werkende Nederlanders heeft op dit moment een tijdelijk contract. Dan betekent die lage werkloosheid natuurlijk maar bar weinig. Mensen willen vooral financiële zekerheid. Daar komt nog eens automatisering bij. Als computers en robots het werk van mensen overnemen, dan zou het toch juist iets goeds moeten zijn voor de maatschappij. Het gevolg is echter dat mensen hun baan verliezen. Een van onze oplossingen is een basisinkomen. Dat geeft mensen die financiële zekerheid en tegelijkertijd verdwijnt daarmee de armoedeval. Werken hoeft niet meer, maar het loont des te meer. Moeder Aarde wacht natuurlijk niet met opwarmen, omdat wij ons op dit moment zo druk maken over de economie en oorlogen en andere zaken. We zijn eigenlijk al te laat. Dus op dit moment is klimaatbeleid opgesplitst in 2 zaken. Ten eerste moeten we voorkomen dat het nog erger wordt. En ten tweede moeten wij anticiperen op de meer extreme weersomstandigheden waar we in de toekomst mee te maken zullen krijgen. Privacy is iets waar mensen zich op dit moment niet zo druk om maken. Maar laat me even vertellen wat er op dit moment gebeurt. Bijna alles wat we online doen wordt op dit moment gemonitord, geanalyseerd en doorverkocht door bedrijven als Google en Facebook, maar ook andere. Stel je voor dat je in een winkel bent en je kijkt rond en er loopt iemand achter je aan en die noteert minutieus hoe lang je naar welk product kijkt en waar je naartoe gaat en waar je in geïnteresseerd bent. En natuurlijk moeten we ons afvragen wat er op dit moment met die data gebeurt. Op dit moment zijn adverteerders en buitenlandse inlichtingendiensten vooral geïnteresseerd. Maar we hebben ook geleerd dat Donald Trump zijn campagneteam die psychologische analyses van Facebook-gebruikers ook gebruikt heeft. Dat is natuurlijk verrekte handig op het moment dat je verkiezingen houdt. Hoeveel invloed had dat op de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten? We leven in feite in een glazen huis waarin iedereen naar binnen mag kijken. En in plaats van dat de overheid ons gordijntjes aanreikt zodat we meer onszelf kunnen zijn, vragen zij juist of zij ook naar binnen mogen kijken. Klimaatverandering, economische onzekerheid, de afbraak van privacy en opkomend populisme. Dat zijn de grootste bedreigingen waar we op dit moment te maken hebben. Dit wordt wel de bottleneck van de 21ste eeuw genoemd. Daarom zijn deze verkiezingen ook ontzettend belangrijk. Kiezen wij voor de status quo, gevestigde orde? Of kiezen wij verschijnoplossingen, populisme, Wilders? Of gaan we voor een radicale, maar wel doordachte koerswijziging in onze maatschappij en economie? Dat is waar de Piratenpartij voor staat. Een radicaal nieuwe koers in Europa. Een nieuw deal in Europa. Wij zijn de Bernie Sanders van de Lage Landen. Ik wens u heel veel succes bij het maken van de keuze op 15 maart.